We hebben het over frequentie en frequentie betekent hoeveel trillingen er zijn in een seconde. Dus trillingen per seconde. Nou, makkelijkste voorbeeld daarvan is je hart. Stel je voor dat je hart 120 trillingen per minuut maakt. 120 keer per minuut. Dan zou ik dat makkelijk kunnen omrekenen naar het aantal trillingen per seconde door dat minuten om te zetten naar seconden. 120 in een minuut, dat betekent, delen door 60, 2 trillingen per seconde. Ja, en dit is een gekke eenheid, 2 keer per seconde. Dat keer is eigenlijk geen echte eenheid, dus ik zou die moeten vervangen door een eentje. Dus dan krijg je 2 per seconde. In je boek kom je dit ook wel tegen als de eenheid 2 seconden min 1 per seconde of 2 per seconde. Wat veel makkelijker is, is de standaard eenheid te gebruiken die we hebben afgesproken. En dat is de hertz, afgekort met HZ. Een natuurkundige die heel veel onderzoek heeft gedaan naar trillingen. 2 hertz. Dus dat is het aantal trillingen per seconde. Als je een hartslag hebt van 120 keer per minuut, dan betekent dat dat per seconde je hart 2 keer slaat. Nou, hieruit zou ik ook kunnen zeggen, van dat betekent dat de tijd die het hart nodig heeft om 1 keer te slaan, die is 1 delen door 2. Seconde, oftewel een halve seconde. Nou houden we bij natuurkunde niet zo van breuken. Dus ik schrijf het liever op als 0,5 seconden. Maar je ziet hier dat dit het tegenovergestelde van elkaar lijkt te zijn. Dus als ik wil weten hoe lang we doen over 1 trilling, dan moet ik het omgekeerde hiervan nemen. 1 delen door dat. Nou, dit stukje, de tijd die we over 1 trilling doen, noemen we de trillingstijd. En wat we daar dus zien, is dat de frequentie die we op deze manier uitrekenen, kan ik omzetten naar een trillingstijd. Door 1 delen door die frequentie te doen. En daar komt een formule uit voort. De frequentie, afgekort met een f, is 1 delen door de trillingstijd. Of de trillingstijd is 1 delen door f. Het werkt beide kanten op. Het is het tegenovergestelde van elkaar. Je ziet dat ik hier een hoofdletter T gebruik. En die hoofdletter T die is dus specifiek voor de trillingstijd. De gewone tijd zou je met een kleine letter T aangeven, maar hier gebruiken we de hoofdletter T. En wordt dus ook standaard in secondes aangegeven, maar er zijn veel situaties waar dat, waar je met alleen de tijd werkt en eerst dingen om moet rekenen. Oké. Dit is het basisstukje over frequentie. Er volgen nog filmpjes over de grafieken die je kunt maken van de trillingen, lopende golven, staande golven, resonantie, de verschillende onderwerpen die hiermee te maken hebben. Maar het komt allemaal terug op dit stukje van frequentie.